Hallo, leuk dat je kijkt. Vandaag maken we deze langwerpige kerstschikking Christmas Dinner. Een leuke schikking voor op de dinertafel tijdens kerst. In deze instructievideo wordt stap voor stap uitgelegd hoe we te werk gaan. Wil je het pakket bestellen voor deze video, dan kan dat via het adres hieronderin. En dan gaan we zo dadelijk aan de slag. Mijn advies is om eerst de video in zijn geheel te bekijken. Vervolgens kan je stap voor stap meedoen. Ik wens je veel plezier met het kijken en met het maken van deze leuke kerstschikking. We gaan aan de slag. We beginnen met het oasis. En voordat je start met het oasis, moet je het eerst van tevoren nat maken. Dat doe je door de wasbak te vullen met water. Je legt het blok op het water en dan zuigt het zich vanzelf vol. Het duurt eventjes, maar dan is die ook heel zwaar en vol. Vervolgens dan gaan we het blok doorsnijden. Je ziet aan de voorkant de letters. Hier gaan we doorheen snijden. Leggen we deze dadelijk plat neer en dan zijn de letters dus naar mij toegericht. Het eerste blok kan erin, het tweede blok houden we een stukje over. Dit stukje snijden we eraf. En het blokje wat we overhouden verdelen we in drie stukjes. Die gaan we namelijk onder de andere blokken oasis leggen, zodat we wat extra hoogte hebben van je blokkenbasis. Die leg je in het bakje. Hier gaan we blokken weer op, zodat we ongeveer 2 centimeter overhouden boven de bak. Hier kunnen we strakjes de takjes horizontaal goed insteken. Aan de zijkant hebben we nog ruimte over. Die gaan we opvullen met het mos. En het mos mag je uittrekken. Met je mesje kan je dit tussen het oasis en de bak bevestigen. Zo klemt het oasis goed in de bak. De basis van de schikking bestaat uit meerdere soortjes groen. En het eerste groen wat we gaan steken, dat is nobilis. Nobilis kennen jullie wel als het echte kerstgroen. Deze gaan we in stukjes verdelen. De korte stukjes gaan we steken in je bak. Deze tak is te lang. Dat zou een enorm stuk worden. Dan is die uit verhouding en kom je denk ik groen tekort. Dus we gaan ze ook compacter opmaken, dat die wat meer bij de verhouding van de bak past. Stukken knippen we kort. En we hebben veel groen nodig, dus we gaan alvast een hele stapel stukjes knippen, zodat we dat daarna meteen achter elkaar door kunnen steken. Mijn stapel met groen heb ik eventjes naast me neergelegd. Zo hou ik het werkblad schoon en vrij. Kunnen we goed zien wat we aan het doen zijn. Voordat we gaan steken, zorgen we eerst voor dat de naaldjes van de onderkant van de takjes eraf zijn. Dan trekken we deze voorzichtig af, zodat je een steeltje hebt. En daarmee, met dit steeltje, kan je goed steken. En dan beginnen we eerst rand te maken op de rand van de schaal. Het hoeft niet aaneen gesloten. Je steekt ze een beetje met een ruimte ertussen.
rand van de schaal is nu goed gevuld. De stukjes zijn allemaal horizontaal gestoken, zodat ze aansluiten op de schaal. Ze staan niet omhoog, want dan heb je het probleem dat het lijkt alsof ze gaan zweven. En netjes plat. Nu is het de bedoeling dat ook de binnenkant opgevuld wordt. En deze stukjes gaan we een beetje schuin steken. Je steekt ze schuin naar het denkbeeldige middelpunt. Dus we stellen ons voor dat hier in het midden een lijntje loopt, een kern loopt. En daar steken we dan al die steeltjes van die takjes naartoe. Je ziet dat hij steeds voller en voller wordt. Ik heb hem ook halverwege een keer gedraaid, zodat ik weet dat het aan de andere kant ook mooi gevuld gaat worden. Ze hebben aardig vol gestoken. Ik zie nog wel oases. Dat gaan we straks met de volgende groep gaan we dat wegwerken. Nu heb je alvast een mooie basis gemaakt. Je ziet ook het effect van de korte stukjes. Met een mooie compacte schikking. Daardoor zal die zo dadelijk extra vol ogen. Dit is onze eerste basis met het Nobilis groen. De tweede soort groen wat we gaan steken, dat is een grijze conifeer. Hij is lekker wollig, lekker dik. Dus die gaat goed vullen. Daarmee zal je merken dat je stuk steeds voller wordt en gevulder steeds meer vorm zal deze krijgen. Deze tak, mag je altijd eventjes goed kijken hoe je deze gaat verwerken. De wat langere stukjes kan je eventueel enkel verwerken. De korte stukjes bovenin, die zijn te kort om te verwerken. Maar we hebben daar een trucje voor. Als we de hoofdsteel, dus de tak die in het midden loopt, als we die in stukjes knippen, dan krijgen we vanzelf dikke toefjes. Dan zet ik mijn schaar in het midden van tussen de takjes op de steel. En daar knip ik hem door. En dat doe ik zo meerdere malen. Dan krijg je mooie dikke dotjes, zoals deze. En als we die dadelijk op de lege plekken in het oasis steken, zal je meteen zien dat het echt lekker goed gevuld gaat raken. We krijgen steeds meer vorm van je stuk. Ik zal er nog een paar knippen. Daarna gaan we weer lekker steken. Zoals die dikke tak kan je gewoon splitsen. Je ziet na afloop of tijdens het steken dat steeltje wat je afgeknipt hebt, dat valt helemaal weg tussen de rest van het groen, tussen die ene stuk. Dus je ziet daar dadelijk verder niets meer van. Het enige wat we zien zijn nog die leuke naaldjes van dit conifeer. Uiteraard zorg je ook bij deze dat je een schoon steeltje hebt om te steken. Dan gaat hij in het oasis. Op deze manier gaan we deze conifeer je stuk lekker vol maken. Je ziet dat ik deze conifeer echt tussen nobilis gestoken heb. Dit is ook een gemengd stuk. Alles wordt door elkaar gestoken. Je mag het ook tussendoor vermengen. De naaldjes van de nobilis en het conifeer zijn wat kriebelig. We gaan wat rust aanbrengen. En dat doen we met het eucalyptusgroen. Het eucalyptus heeft met zijn ronde bladvorm een hele andere structuur. En dat geeft speelsigheid in het stuk.
blaadjes van de eucalyptus gaan we ook splitsen. En hier gaan we dus ook de hoofdsteel in stukjes knippen. Deze wijze, met mijn tangetje op de blaadjes, knip ik hem door. En als ik hem doorknip, zie je dat ik een steeltje heb om te steken. En aan de bovenkant is die netjes afgewerkt. Naarmate ik verder naar beneden kom met mijn tak met knippen, dan ga ik van 4 blaadjes naar 2 blaadjes, omdat ze meestal wat groter worden. Deze gaan we dus ook tussen je andere groen insteken. Dus die mengen we er helemaal tussendoor. Nog één soortje groen uit je pakket. Pinusgroen. Dat is altijd zo leuk, zo speels. Met die leuke naaldjes. Maakt het je stuk ook speels. Knip ze maar af. Je ziet meteen. Het is meteen gezellig. Best een beetje uitsteken. Kijk nog even goed of die goed gevuld is, of alle oasis is weggewerkt. En de opbouw is gelijkmatig, dus dat is ook heel belangrijk. Ik ben er tevreden mee met deze basis. Als ik nu mijn andere materialen ga steken, mijn ballen en dergelijke, hoef ik niet meer op te letten op de vorm. Die heb ik al gemaakt met mijn groen basis. Ik kan gewoon lekker gaan versieren, leuk maken, zonder dat ik me nog zorgen hoef te maken of er iets gevuld moet worden. We beginnen met de lichtjes. Voordat je de lichtjes gaat verwerken, zorg je dat de batterijen erin zitten, zodat je zeker weet dat die het doet. En dat maakt het versieren ook wat makkelijker, dan weet je waar de lichtjes komen te zitten. Ik vind altijd dat doosje een beetje lelijk. Daar heb ik een trucje voor je om deze weg te werken. En dat doen we met een aspidistra blad. Het blad, daar halen we het steeltje van af. Je mag hem dubbel vouwen. En je gaat hem wikkelen om het doosje van je verlichting. Vervolgens kan je met het meegeleverde zilverdraadje deze omwikkelen. Zo. En draai ik dan in elkaar. In het pakket zit ook een pook. Deze hebben we alvast dubbel opgevouwen. Dan weten jullie welke dat we gaan gebruiken. Die schuif je onder het zilverdraad door. Nu kunnen we deze steken in de oasis. Dat doen we een beetje aan de zijkant. Nou, dat lichtje, dat is bijna niet meer zichtbaar. Het knopje, het schuifje, zit aan de zijkant. Daar kan goed bij. En nu kunnen we de verlichting verdelen in de schikking. De lampjes verwerken we een beetje tussen het groen, nonchalant. Na de lichtjes gaan we de ballen verdelen, de kerstballen. We hebben 2 matte en 2 glimmende kerstballen. Deze gaan we afwisselend van elkaar steken. De kerstballen zetten we op een stokje. Blijven ze goed zitten in je stuk. En het stokje prik je in het kroontje naast het oogje waar je ze normaal ophoudt. Even voorzichtig doorduwen. Zo. Zit hij goed op de stok. Direct schuin af. Dat is weer handig voor het volgende stokje.
voor de volgende kerstboom. Die zetten we dan op de stok. Duw niet te hard. Dan heb je een gat in je kerstboom. Mooi verdeeld. Mooi in het midden. Nu gaan we de rest van de versiering aanbrengen. We starten met de dennenappels, de witte dennenappels. Deze zetten we op een draadje. Het draadje draai je een klein stukje tussen de schubben. Ik hou een lang gedeelte en een kort gedeelte. Deze gaat in elkaar. Draai ik hem in elkaar vast. Aan het einde van het draadje buig ik hem eventjes terug en dan krijg je een weerhaakje. Die zorgt ervoor dat hij wat meer klem zit in het oasis, dat de dennenappel er niet zomaar uit kan vallen. Dennenappels gaan we leuk verdelen. Zijkanten, laatste ballen. Steken we een soort van ook een dennenappeltje. Dit is een vruchtje van de eucalyptus. Ook deze gaat op een draadje. Het draadje kan je er doorheen bewegen, tussen de openingen door. Deze kan je ook weer in elkaar draaien. Ook bij het eucalyptusbolletje maken we aan het einde een weerhaakje aan het draadje. Deze eucalyptusbolletjes steken we afwisselend met de dennenappeltjes met je hoog en laag, zodat je een leuke variatie krijgt. De finishing touch van deze schikking is de tillandsia. Dit is een heel leuk materiaal. Een beetje doorheen te bewegen. Ook dit mag in kleine groepjes, beetje fijntjes over je schikking gedrapeerd worden. Heeft altijd een leuk effect. Net natuurlijk engelaar. De langwerpige schikking Christmas Dinner is klaar. Ik heb hierbij gelet op dat ik alle materialen rondgestoken heb. Niet alleen maar bovenop versierd heb, maar ook aan de zijkanten. Zodat de hele schikking meedoet en dat hij aan alle kanten mooi goed gevuld is. Deze schikking mag je 2 keer per week water geven. Neem je schikking 's avonds mee naar het aanrecht. Dat is om lekkage te voorkomen. Geef water met de tuit van de gieter op 2 plekjes in het midden. Heel voorzichtig giet je het water naar binnen. En dan zal het zich vanzelf verspreiden in het oasis. Als die heel erg zwaar aanvoelt, dan weet je dat er nog voldoende water in zit. Dan is het niet nodig. Ik wens je heel veel plezier met deze kerstschikking. Hele goede decembermaand toegewenst. Fijne feestdagen. Graag tot ziens.